Goedemiddag, van harte welkom, kijkers. Gaan we door. Welkom bij deze webcast van de NVSP op deze bijzondere dag. Want het is vandaag Wereld Sjögren-dag, 23 juli. En juist daarom hebben we vandaag deze webcast georganiseerd. En is het daarom ook de dag waarop het boekje van professor Dr. Rini Gehne digitaal beschikbaar wordt gesteld voor u allemaal. Een bijzondere dag. We voelen ons daarmee verbonden met andere Sjögren-patiënten over de hele wereld. En dat vind ik toch zelf wel heel bijzonder. Een bijzonder welkom vanmiddag aan professor Dr. Rini Gehne, hoogleraar psychologie bij de Universiteit van Utrecht. Hij zal zo dadelijk een inleiding gaan verzorgen over omgaan met vermoeidheid. Mijn naam is Veronica Pors en sinds mei dit jaar ben ik de nieuwe voorzitter van de NVSP. Naar verwachting zal deze webcast ongeveer een uur duren. We hebben een kwartiertje vertraging opgelopen, dus ik verwacht dat we rond 16:45 gaan afronden. We beginnen zo dadelijk natuurlijk met de inleiding van Dr. Gehne. Daarna gaan we de vragen beantwoorden. We hebben van tevoren al wat vragen gekregen. En u kunt ook nu nog vragen indienen. Dat kan via webcast@nvsp.nl. Webcast@nvsp.nl. En Joyce, die hier naast mij zit, die zal de vragen aan mij doorspelen en dan lees ik ze straks voor. We gaan proberen alle vragen recht te doen aan alle vragen. We moeten natuurlijk kijken of dat lukt met de tijd. Ik denk dat ik qua introductie op dit moment voldoende heb gezegd. En ik geef heel graag het woord aan Rini Gehne. Ga je gang. Dankjewel. Ik ga beginnen met het delen van mijn scherm. En vermoed dat er nu goed staat. Klopt, Veronica? Ja hoor, hij staat er goed. Mooi. En, maar nog niet in presentatiemodus. Nu wel. Ja, leuk dat ik hier mag zijn. En gefeliciteerd met de Wereld Sjögren dag. Ik geef eerst het woord aan mezelf. Hallo, misschien heeft je al 15 of 20 jaar last van chronische vermoeidheid. Aan mij is gevraagd om u in een half uur duidelijk te maken hoe u daar vanaf kunt komen. Nou, zo eenvoudig is het helaas niet. Chronische vermoeidheid is een hardnekkig probleem en we weten niet precies hoe dat kan verminderen. Maar uiteraard zijn er uit de wetenschap en uit de handelingen wel wat tips te halen en ik ga u die vertellen. En ik hoop. Ik hoop dat het u helpt om, of in ieder geval zou inspireren, om te proberen die chronische vermoeidheid een beetje te verminderen. En natuurlijk ook dat het helpt. Alles wat ik vertel staat ook opgeschreven in een boekje. Dat is uitgegeven door de NVSP. En dat is ook eens prachtig vormgegeven door de NVSP. Waarvoor? Hartelijk dank. Nou, veel plezier bij mijn lezing. Tja, een eenduidige oplossing voor chronische vermoeidheid is er niet. Mensen verschillen. Ook de beïnvloedende factoren van chronische vermoeidheid verschillen van mens tot mens. En ik beeld dat vaak uit met zo'n kindermobiel. Dat is zo'n ding wat je aan het plafond hangt en waar sterretjes en maantjes aan hangen. Of poppetjes. En als de een beweegt, dan beweegt de rest ook. En soms zijn er heel grote poppetjes die ongeveer de hele beweging bepalen. En soms zijn alle poppetjes ongeveer even groot en beïnvloeden de bewegingen ongeveer evenveel. En zo is het ook met chronische vermoeidheid. Er zijn diverse beïnvloedende factoren die hier in beeld gebracht worden. Maar ze verschillen van mens tot mens. In dit voorbeeld heeft ernstig overgewicht een heel grote invloed. Maar bij een ander is dat weer iets anders. En bij de aanpak van chronische vermoeidheid geldt dan ook dat eerst in de eerste stap de beïnvloedende factoren in beeld worden gebracht. En dan in de tweede stap ga je met die beïnvloedende factoren aan het werk.
En zo is het boekje ook opgebouwd. En wat ik vandaag ga doen, is dat illustreren feitelijk. En ik hoop dus ook u te motiveren om dat boekje te pakken en ermee aan het werk te gaan. Ja, de eerste opdracht in het boekje is slechte invloeden. De invloeden die er zijn op chronische vermoeidheid, op volgorde, van meest naar minst, de invloed op moeheid. En dan gaat het om dag-nachtritme en slapen, ziekteactiviteit, lichaamsbeweging, ernstig overgewicht, emoties en negatieve gedachten, pijn of een andere invloed. Nou, en voor iedereen zal zo met een iets andere volgorde komen. En mijn aanmoediging is om dan de invloed die dat aspect wat het meeste invloed heeft op je chronische vermoeidheid, om dat als eerste aan te pakken door het betreffende hoofdstukje in het boekje te lezen. Ik wil eerst laten zien hoe het nu zit met ernstige vermoeidheid bij mensen met een reumatische aandoening. En dan moet je bedenken, ernstige vermoeidheid is zeer gedefinieerd, dat de moeheid net zo hoog is als bij het chronisch vermoeidheidssyndroom. Het afkappunt tussen chronisch vermoeidheidssyndroom en de algemene bevolking is genomen als klassificatiecriterium. Nou, kijk maar, dan zie je dat 1 op de 2 mensen, gemiddeld gesproken, met een reumatische aandoening ernstig moe is. Ook bij het Sjögren-syndroom, dan was het 57%. Nou, dit is uit één onderzoek, maar het zit altijd zo'n beetje rond de 50%. Dus de een wel en de ander niet. Wat dit in ieder geval illustreert, dat het ook iets moet zijn met die reumatische aandoeningen, wat een oorzaak of een instandhoudende factor is van de chronische vermoeidheid. En dat kunnen we ook wel demonstreren. We denken dat we wel een beetje weten hoe het in elkaar zit. Een beetje, zeg ik uitdrukkelijk, want we weten het niet precies. Als je een muis of een rat of welk dier dan ook ziek maakt door het injecteren met LPS, dan zien we dat een toename van cytokines, dat zijn kleine boodschapperstofjes van het afweersysteem. En de cytokines die gaan naar het brein en dat brein dat slaat alarm. En dat alarm is in de vorm van moeheid, somberheid, dat je inactief wordt. Dat voelen we allemaal als we koorts of griep hebben. En ja, dat speelt ook een rol bij ontstekingsaandoeningen, zoals het syndroom van Sjögren, denken we. Dit is ook adaptief, dat is goed voor de mens. Want als je gewaarschuwd wordt dat je je koest moet houden door het afweersysteem, als dat daar werkt, dat is goed op korte termijn. Maar als op lange termijn dat waarschuwingssignaal er nog steeds is, of het brein nog steeds reageert met alarm in de vorm van moeheid, dan is dat minder goed. En waarom dat precies is, dat het bij de een chronische vermoeidheid wordt en bij de ander niet, dat weten we niet. We herkennen dit. Ik heb als voorbeeld genomen, als je een muis injecteert of een mens injecteert met een ziektestofje, kan je demonstreren. Maar je ziet het ook bij COVID-19 nu. Sommige mensen houden long COVID over en ze hanteerden bij Q-koorts en bij de ziekte van Pfizer en bij Lyme disease, als je door een teek geïnfecteerd wordt. Sommige mensen houden chronische vermoeidheid over en anderen niet. En we zien dat ook dus bij auto-immuunziektes, zoals het syndroom van Sjögren, reumatoïde artritis en noem maar op. Er is eigenlijk maar één les uit dit verhaal. Behandel de ziekte goed. Blijkt ook in ieder geval waar zieken behandeld worden met biologicals. Gebeurt niet zoveel bij het Sjögren-syndroom. Ik hoor soms met rituximab. Maar dus als die cytokines, die boodschapperstofjes in het afweersysteem geblokkeerd worden, dan vindt wel enige verbetering in moeheid plaats over het algemeen. Nou, behandel elke ziekte goed. Dat is een belangrijke boodschap. Een andere invloed is het dag-nachtritme en slapen. Een gewoon slaappatroon ziet er als volgt uit. We slapen in de nacht en in de loop van de nacht gaan we minder vast slapen. En ja, dan gaat de behoefte neemt zo in de loop van de dag toe. En dan als we gaan slapen neemt het weer af. En er zit ook nog een sleep urge, dus een drang om ja, een beetje dat je vermoeid wordt en zo, na de lunch, lunchdipje. Dat wordt dan weer beter als je actief bent
En dan in de loop van de avond neemt het weer toe. Dat is normaal en dat is een gezond dag-nachtritme. Maar we zien soms bij, als mensen chronisch vermoeid zijn, dat ook het dag-nachtritme zeer verstoord is. Ik heb hier zo'n schemaatje, dat is een schema van Elise. Die heet per dag, hier de maandag bijvoorbeeld, en per uur ingevuld wat ze deed. En blauw betekent dan dat ze aan het slapen was. Rood betekent rustige ontspanning, lezen op de bank zitten, tv kijken. Groen betekent actieve ontspanning. Het betrof in dit geval een feestje van haar zus. En geel betekent werk of productiviteit. Bij Elise was dat hier de kinderen naar school brengen bijvoorbeeld. Nou, zoals je ziet, dit schema was voor Elise niet bevredigend. Want daar zit veel te veel rust in, veel te veel slaap. En ze komt nauwelijks aan activiteiten toe. En als die activiteiten er zijn, zoals naar haar zus of naar haar moeder gaan op zondag, dan voelt ze het als een enorme inspanning en meer als een verplichting dan iets wat ze graag zou willen. Nou, dat zo'n dag-nachtritme, schema goed krijgen, dat is belangrijk. En kijk eens voor jezelf, en dat staat in het boekje een schema wat je zelf kunt invullen. Kijk er eens naar in welke zin het bevredigend is en wat je niet bevredigend vindt en wat je zou willen veranderen. En probeer dat dan te doen door een actieplan te ontwikkelen. In het boek staan heel veel tips voor over dat dag-nacht ritme en over slaaphygiëne. Dus de slaap zo goed mogelijk zien te krijgen. Dat is op dezelfde tijd naar bed gaan en overdag niet slapen. Ja, daar blijkt een heilzame werking van een kort dutje. Een kort dutje betekent dat je heel even wegzakt, maar niet in de diepe herstelslaap komt. Want als je overdag in de diepe herstelslaap zit, uitleg toch wel, slaap zit in fase en soms zit je in een oppervlakkige slaap en dan droom je. En soms zit je in een hele diepe slaap. Nou, als je die diepe slaap ook overdag creëert, dan slaap je s'nachts. Dan heb je s'nachts minder kans op een diepe slaap en dan is het herstel minder. Zak je overdag eventjes weg, maar niet in de diepe slaap. Dus een kort dutje, 20 minuten zitten waarvan je 5 minuten even weg bent. Dan kan dat heel heilzaam zijn. En doe dat dan zittend. Het liefst in zo'n beetje zo'n lichtstoel die een beetje kan kantelen. En in een lichte omgeving maak het ook niet donker. Want als het donker is, dan gaat het slaaphormoon, melatonine, wordt dan actief. En dat moet overdag niet actief zijn. Dat moet juist 's nachts actief worden en aangemaakt worden. Ja, een slaapkamer is belangrijk. Een goed matras moet donker zijn en stil. Eventueel met oordoppen, goede gordijnen en dat soort zaken. Let ook op met cafeïnehoudende drank. Sommige mensen moeten echt al om 3 of 4 uur 's middags stoppen met zwarte thee of koffie, omdat dat een slaap verstoort. Anderen kunnen dat best hebben hoor. En ontspan voor het slapen. Geen ruzie maken met je partner bijvoorbeeld. Stel dat uit tot de volgende dag. Maar ook geen blauw licht van je iPhone, weet je, smartphone. Of van je computerscherm. Demp overigens het licht van je computerscherm altijd tot 50%. Dan is het nog steeds prima. Dat activeert je te veel. Maar zorg wel dat je licht hebt overdag. Het is mooi weer nou. Zorg dat je ook buiten komt en licht hebt. Mocht je andere symptomen hebben, zoals bij SLE en zo, dan is dat moeilijker. Dan moet je uit de zon blijven. Maar toch wel wat licht als het kan. Nou, ik ga heel veel aandacht besteden aan lichaamsbeweging. Er is over start in de komende maand, in begin september is de vergadering van een groep vanuit EULA, de Europese Reuma-beweging. En die gaan richtlijnen formuleren voor de behandeling van chronische vermoeidheid, voor inflammatoire reumatische aandoeningen. En dan ook het bewijs voor alle richtlijnen precies op een rij zetten. En lichaamsbeweging is een van de aspecten die behoorlijk consistent als bewijs uit de bus komt. Van echt duidelijk, lichaamsbeweging is goed tegen chronische vermoeidheid.
Daar titel die aan. Ik ben zelf een liefhebber van wandelen. En dit ben ik in Epe. 1 keer per jaar probeer ik in Zuid-Limburg te gaan wandelen. Voor de Smitsen. Prachtig terras over zo. Niet constant wandelen. Af en toe ook op het terras kunnen gaan zitten. Heerlijk. Ja, doorbreek de gewoonte. Ik heb hier een voorbeeldje weergegeven. Stel dat je altijd je partner brood laat halen bij de bakker. Of altijd met de auto gaat. En de bakker is slechts 400 meter van je huis vandaan. Maak er dan een gewoonte van om te lopen naar de bakker toe. En ook weer van de bakker terug. En als dat je gewoonte wordt, dan heb je die wandeling gehad. 2 keer 400 meter is toch bijna 1 kilometer. En een belangrijke tip. Het kan tot 2 maanden kosten om een gewoonte te doorbreken. Dus voordat het gewoon is, dat je altijd naar de bakker te voet gaat als je dat nooit deed. En let ook onderweg op de leuke dingen die je meemaakt in plaats van de moeite die het kost. Ja, misschien komt er een trotse opa voorbij die net een nieuw kleinkind heeft gekregen. Die kan je dan even feliciteren. Of is er iemand bezig om een nieuwe tuin aan te leggen? Dan kan je kijken hoe alles groeit en bloeit. Heb oog voor dat soort dingen, zodat het een prettige activiteit wordt. Zorg ook, als tweede tip, en ik kan ze niet allemaal behandelen die in het boekje staan, dat je de bewegingsactiviteit kunt. Ja, als je met wandelstokken gaat wandelen, bijvoorbeeld Nordic Walking Stokken of andere voorstelbare wandelstokken, dan moet je het ook even leren voordat je het kunt. Ja, ook zwemmen moet je kunnen voordat je het gaat doen. Sommigen willen low fitness training. Er zijn echt prachtige low fitness mogelijkheden in fitnesscentra tegenwoordig. Zorg dan dat iemand je even op weg helpt met de apparaten, misschien een kennis. Of ook in het fitnesscentrum zelf kunnen mensen je helpen. Of dansen. Hè? Als je de bewegingsactiviteit kunt, dan wordt het leuker. Het is er een die ik zelf nooit geleerd heb, helaas. En geleidelijk opbouwen van beweging is belangrijk. Hè? Geleidelijk opbouwen. Begin onder een niveau wat je kunt en bouw het dan geleidelijk op. Gebruik ook hulpmiddelen indien nodig. Er zijn tegenwoordig horloges waarmee je stappen kunt tellen. Kan je ook met andere dingetjes doen. Die helpen goed in het opbouwen van bewegingsprogramma's. Is bewezen in onderzoek. Of ze ook echt helpen in het volhouden van beweging, dat is niet bekend. En ja, alles wat ik vertel, voor de een helpt dit en voor de ander helpt het helemaal niet. He, mannen die willen vaak tellen hoeveel ze presteren en sommige vrouwen misschien helemaal niet. Maar goed, pik hetgene uit wat wel voor u geldt. Elektrische fietsen, als het moeilijk is om te fietsen, dan is het makkelijker met een elektrische fiets. Ja, die zijn erg duur, begrijp ik. Maar het zijn vooral ouderen die elektrische fietsen hebben. En oudere mensen gaan dood. Dus er komen ook tweedehands veel elektrische fietsen beschikbaar. Die zijn ook beschikbaar. Ja, wandelstokken, ze zijn al genoemd. En eventueel kunt u ook, als u daar gevoelig voor bent, op Facebook zetten dat u meer gaat wandelen. En hoeveel u gewandeld hebt, zelfs met een kaartje. En als u dat doet, dan krijgt u ongetwijfeld likes. En I love you, en wow. En dat stimuleert u persoonlijk misschien om het meer te doen. Gebruik dit soort middelen. Kies ook een bewegingsactiviteit die uw eigen doelen verwezenlijkt. Dit is mijn moeder, die zat maar thuis te zitten. En wij moesten ze met de auto gaan halen. En toen op de rollator van mijn vader stond nog steeds ergens in de schuur. En op een bepaald moment was ze bereid om die toch te willen gaan gebruiken. Daar hebben ze bij gehad. Geholpen en sindsdien heeft ze nog jarenlang zelf op bezoek kunnen bij de kinderen in het dorp. En voor haar is dat geweldig geweest om daaruit los te worden. Dus dat op bezoek gaan, dat was voor haar een belangrijk doel om het vol te houden. Ja, misschien wilt u zelf de boodschappen kunnen doen. Of uw kinderen of kleinkinderen met de fiets naar school brengen. Of tuinieren. Kies een bewegingsactiviteit die dat doel verwezen wat voor u zelf belangrijk is en interessant is. Mijn 7e, ja, het is gewoon even een raadseltje. Wie houdt bewegen het langst vol van deze 2 mannetjes? Dit is mannetje 1.
Die loopt best wel een eind, hè. Het is symbolisch weergegeven, een kilometertje of 5. Die komt thuis. En die zegt, ik kan het niet lezen omdat ik mijn eigen schermpje een beetje hiervoor zit. Maar goed, ik heb in ieder geval een heel eind gelopen. En dat, ik ben er best wel doodmoe van, maar ik ben er wel trots op dat ik het gehaald heb. En dit is een ander mannetje, of vrouwtje natuurlijk. En die loopt een korte stukje in, die zegt, wauw, wat leuk. Ja, die zal het langst volhouden, dat loopt. Dat zou waarschijnlijk toch die persoon zijn die het leuk vond. Want als je iets heel lang volhoudt, zijn maar weinig, je bent geen sportman, maar je bent iemand met chronische vermoeidheid. En als je dan steeds over de grens heen gaat van pijn of doodmoe zijn, dan leer je eigenlijk af om te wandelen. Terwijl je beter kunt stoppen voordat de pijn doet. Of in ieder geval je kunt voornemen om een vaste afstand af te leggen. Maar ga niet elke keer door die grens heen. En dat het heel veel pijn doet of dat je doodmoe bent. Dan verlies je meer dan je wint, want op de lange termijn houd je dat niet vol. Beweeg ook samen. Voorbeeld doet volgen. Als de een beweegt, beweegt de ander mee. Je krijgt ook aanmoediging van een ander als je iets in een groepje doet. En je hebt er ook veel meer plezier van. Illustreer dat even met een filmpje. Ik zag het ooit. Er zijn oudere mensen die op een hiphopclubje zitten. Met een hartstikke interessante dame die daar leiding aan geeft. Mother Flippa. En nou, kijk even hoe dat gaat. What's up? My name is Marion. DJ, hip-hop. I've actually heard the song. Some people enjoy it. I like dancing. Breakdowns, practically. Anything. I'm super arthritis. I haven't been able to months. I'm back in the class and now I have some new. Okay, roll the drum. Right hand up. Left hand up. I started rapping after my hip operation, hence the name. I just love it. I keep on the go all the time. That's our job, to make sure that we move well. We have fun, we can dance, we can laugh. Shopping for everyone. Nou, geweldig toch? Zoiets. Plezier. Zoek iets wat jou plezier geeft en doe het samen. Dat helpt ook. Nou, mijn laatste boodschap overwegen is zoek een nudge. Want, en ik ga dadelijk uitleggen dat nudge, wat dat precies is. Dan kun je eerst iets anders laten zien. Zeg zelfbeheersing, hè? Zoals je per se willen bewegen en al dat soort dingen. Dat kost energie. Zelfbeheersing kost energie. En ik ga dat demonstreren. Dit is een bekend experimentje. Aan kleine kinderen kregen 1 marshmallow. En de instructie was, als je deze marshmallow niet opeet, dan krijg je er dadelijk 2. Dus die kinderen moesten zich minutenlang beheersen om die ene marshmallow niet op te eten, zodat ze er 2 kregen. Nou, kijk even hoe dat ging. Ik laat maar een klein stukje zien hoor. Nou, zie je hoeveel moeite het kost bij die kinderen. Wil je het filmpje helemaal zien? Het marshmallow experiment. Deze kinderen hebben het ook nog nagedaan toen ze volwassenen waren. Hartstikke leuk. Maar dat even terzijde. Wat je ziet in het filmpje is dat zelfbeheersing, zelfcontrole, energie kost. En dat is vaak ook als je moet gaan bewegen. Je was dat niet gewend of je vindt het helemaal niet leuk. En daarom is mijn oproep, zoek een nudge. Oké, okay. Een nudge is een klein duwtje. Een duwtje waardoor het geen energie kost. Hè? Zoals een olifant een klein olifantje voortduwt. Dat gaat dan vanzelf voor dat olifantje. Ik heb voorbeelden van een nudge uit het dagelijkse leven. Hele bekende zijn de blikvanger bij een parkeerplaats. Jeugd gooit daar een blikjes en noem maar op in. En daar ligt natuurlijk wel een hele hoop troep omheen. Maar het is toch voor de gemeentelijke opruimdienst handiger om dat rond die blikvanger op te moeten rapen dan op de hele parkeerplaats.
of Hollebolle Gijs. Er is geen papiertje te vinden in de buurt van Hollebolle Gijs in de Efteling. Iedereen helpt mee. Vaders en moeders en opa's en oma's helpen zelfs mee om papiertjes te vinden die kinderen aan Hollebolle Gijs kunnen. Opruimen is in één keer leuk geworden. Zeg ook minder eten, merch. Je kan bijvoorbeeld een kleiner bordje nemen. Als je een kleiner bordje neemt, eet je minder. Dat is bewezen. Ja, dan kan je twee keer opscheppen en heb je toch nog minder op. Dan ben je een heel groot bord. De hele bekende merch is een plas in de plasbak merch. Voor het eerst ingevoerd op Schiphol. Mannen zijn jagers. En als er een vlieg in de plasbak zit, dan jagen ze daarop. En dus hebben ze op Schiphol bedacht, we plakken er een vlieg in. Dat is inmiddels internationaal overgenomen, omdat het heel veel scheelt in schoonmaken. Het ziet er allemaal wat properder uit. Nou, ze hebben ook muitjes voor bewegen. De pianotrappen, voor het eerst in Stikholm, in de metro ingevoerd. Als je de gewone trap neemt, dan maakt dat muziek. En toen men deze trap naast de roltrap had geïnstalleerd, ging 66% meer de pianotrap gebruiken. Ook ouderen, ziekte, iedereen deed dat. Want die wilden gewoon kijken wat er gebeurde als je muziek maakte. Jaren geleden was er een spelletje Pokémon. Toen moest je Pokémon gaan zoeken. Nou, dat gaf overlast, want die lag dan ergens in een wijk of in de duinen verstopt. Mensen gingen achter Pokémon aan. En die bewogen volop met de fiets en de voet en noem maar op. Heel belangrijk is het dus om een eigen nudge te vinden. En ik weet niet wat een nudge is voor u. Misschien thuis een dansje doen op je favoriete muziek. Niemand ziet het. Leuk. Of met de kinderen of kleinkinderen naar een speeltuintje in de buurt. Als je dat één keer ziet, dan vragen de kinderen er zelf wel om. Dat is een nudge. Kind zet je aan om dit te doen en die kinderen hebben lol, dus je doet het eigenlijk met plezier. Fotograferen. Ja, als ik ken iemand die loopt meer sinds een fotografie hobby heeft in de natuur. Want dat fotograferen brengt er van de ene naar de andere plek. En ze beweegt onbewust en met plezier. En is blij dat ze weer een mooie foto geschoten heeft. Ja. Op de fiets naar het terras. Misschien dat het fietsen niet al te leuk is. Maar dat terras vindt hij misschien wel leuk. Daar zie je mensen. En als 10 kilometer fietsen te veel is. Op een elektrische fiets. Fiets dan 3 kilometer verder. Beter wel een beetje bewegen dan helemaal niet bewegen. En geniet ervan. Dan doe je het de volgende keer weer. Ja, en eventueel als je een hondje hebt. Je traint dat hondje, als je met dat hondje naar buiten gaat, dat hondje laat je wel weten dat het graag naar buiten wil. Dat is dus ook een nudge, iets wat je automatisch in beweging zet. Veel bewegingstips, dus in het boekje nog meer. Emoties en negatieve gedachten. Kijk heel even naar dit plaatje. Is gemaakt in het Maurits Escher Museum in Den Haag. Ja, denk je dan. Die ene man links lijkt wel een reus en die andere man is veel kleiner. Dat is niet zo. Die mannen zijn even groot. Ze staan echter in een kamer. En die kamer heeft links een lager plafond dan rechts. De ramen zijn links korter dan rechts. Ook de tegeltjes op de vloer zijn links smaller dan rechts. Dus die hele kamer is misvormd. Maar als je door een gat kijkt, midden in die kamer, dan zie je dit beeld. En dan lijkt het net alsof de ene persoon groter is dan de andere. Dus zelfs als je dit weet, en als ik het zo goed mogelijk zou uitleggen, dan zou je nog steeds zien dat het lijkt dat die ene persoon groter is dan de andere. Zo is het vaak ook met negatieve gedachten die je kunt hebben. Niet helpende gedachten, zeggen we dan. Je weet dat je er niks aan hebt en dat je er eigenlijk alleen maar vervelend van wordt. Maar ze zitten zo in je gewoontepatroon dat je ze ook niet zomaar vaarwel kunt zeggen en van de een op de andere dag die knop kunt opschakelen. Nou, in cognitieve therapie, psychologen, kun je je daarbij helpen om dat eventueel wel te doen. Ook als er sterke emoties zijn, zoals depressie of angst, zoek dan hulp. En via de huisarts en bespreek met de huisarts wat je daartegen zou kunnen doen. Ze spelen ook een rol
bij de instandhouding van chronische moeheid. En ik weet het dan niet precies voor sure, maar ik heb samen met Emma Durs uit Engeland het nagekeken voor reumatoïde artritis. En die samenhang tussen depressieve stemming en moeheid is enorm. Het is natuurlijk niet zo dat dan het een het ander veroorzaakt. Het ander heeft ook gevolg voor het een. Het is een soort wederzijdse beïnvloeding. Maar het is echt wel iets waar je iets aan zou moeten doen als het voor u persoonlijk een probleem is. Ja, pijn. Bij pijn kan ik ook weer het mobiel model voor de dag halen. Want de invloeden zijn grotendeels gelijk. Er is echter één verschil. Bij pijn helpen bepaalde hulpmiddelen ook. Bijvoorbeeld het elektrisch fietsen, maar ook een brace kan helpen. En een wandelstok en dat soort dingen. En ook medicatie kan helpen bij pijn. Dus als u veel pijn heeft, dan kunt u overleggen met de huisarts wat u kunt nemen. Samen met paracetamol of misschien NSAIDs zoals naproxen of ibuprofen komen. Ja, dan kan er nog een andere invloed zijn. Heel individueel. Uw partner misschien. Werk dat veel te vol zit en dat eigenlijk niet toestaat dat u een regelmatig dag-nacht patroon heeft. Onbegrip waarmee je geconfronteerd wordt. Onbegrip activeert hetzelfde centrum in het brein. Wat aanleiding heeft tot moeheid en meer pijn en depressieve stemming. Wat ook geactiveerd wordt door cytokines, boodschappenstofjes in het afweersysteem. Of misschien nog een andere invloed. Ja, mijn laatste belangrijke boodschap is een actieplan. Je kunt, ik hoop natuurlijk dat je de intentie heeft, het voornemen heeft om te proberen toch nog iets te doen tegen die vermoeidheid. Maak het dan ook echt tot de plan. Ga verder dan het voornemen. Omschrijf wat je wil veranderen. Welk gedrag, waar je dat wil doen. Wanneer je het wil doen. Voor hoe lang en eventueel met wie je dat wil doen. He? Als je weer wilt bewegen, schrijf het op de kalender. Op maandag en woensdag en vrijdag bewegen. Al genoeg, want dan werk je misschien. En op dinsdag ga je misschien wandelen met de buurvrouwen. Op donderdag zou je op de fiets naar de markt kunnen, daar even rondwandelen en weer terug. Op vrijdagavond is de gymklasje van een of andere vereniging. Op zaterdag ga je boodschappen doen, dat is al inspannend genoeg. En op zondag ga je wandelen met je Henk of fietsen, als het enigszins kan qua weer. Dat is een actieplan, dat is beter dan een voornemen, want hier staat om concreet omschreven wat je wanneer gaat doen. Nou, in het boekje staat allemaal uitgewerkt. Staat ook nog eens precies in hoe je zo'n actieplan invult. En ik hoop dat je ermee aan het werk gaat. Het boekje wordt straks gepubliceerd op de website. Besef je wel, veranderen van gewoonte kost maanden. Je moet dus wel geduld hebben en doorzettingsvermogen. Het is dus niet eenvoudig om je leefstijl te veranderen. Maar het is de moeite waard om het te proberen. Probeer het. Niet geschoten is zeker mis. Hartelijk dank voor uw aandacht. Stop share. Als het goed is. Ja. Dan ziet u mijn presentatie niet meer. Ja, inderdaad. Dank je wel. Dank voor de hele zorgvuldige toelichting, de inleiding, de uitleg ook vooral. Heel praktisch, vond ik. En ook wel een vrolijke noot erin. En dat vond ik ook heel leuk om het misschien ook wat luchtiger te maken. Maar zeker ook om het beter te kunnen onthouden voor ons allemaal. Dankjewel, we gaan naar de vragen. Een deel van de vragen hebben we van tevoren toe kunnen sturen. Maar we gaan ze wel doorlopen en dan kijken we ook wat er nog binnenkomt. Dat had ik al genoemd, webcast@nvsp.nl. We hebben een vraag binnengekregen, die ga ik dan als eerste stellen. Het lijkt erop dat alle klachten snel worden gelinkt aan Sjögren. En daarom ben ik bang dat mijn arts andere klachten afdoet als ja, het hoort allemaal bij Sjögren. En dan iets anders, een andere ziekte misschien zou missen, onderliggende ziekte. Terwijl er mogelijk wel een behandeling zou kunnen zijn voor klachten.
Heeft u daarin een advies? Ja, vertel dit in ieder geval ook aan uw huisarts zelf, dat u daar bang voor bent. En ik kan me de angst ook wel voorstellen, want juist, ja, dit wordt soms ook afgedaan. Er zijn allerlei vage klachten natuurlijk. Maar een huisarts zal in de regel gewoon degelijk onderzoek doen naar het, wat de bron is van klachten. En als er iets is, diabetes of apneu of een andere ontstekingsaandoening of wat dan ook, dan zal die wel degelijk in actie komen. Het stond ook op een van mijn dia's. Als er een ziekte is en die is te behandelen, dan moet je ook goed behandeld worden. Besef daarnaast ook wel dat chronische vermoeidheid niet met een wondermiddel te behandelen is. Dat is echt een kwestie van leefstijlverandering. En dan kunt u het nog niet helemaal wegkrijgen. Mm-hmm. Dank u. De volgende vraag is, de vermoeidheid die je parten speelt is echt bepalend voor je manier van doen. Waarom is er nou nog nooit iemand achtergekomen waar we dit aan te danken hebben als je suikeren hebt of krijgt? Ja, kritische vraag. Ik zou hem zelf gesteld kunnen hebben. Wij hebben zelf wel onderzoek gedaan, ook bij suikeren, naar het afweersysteem. Bijvoorbeeld gekeken naar hoe stoffen in het afweersysteem, zoals ontstekingsbevorderende boodschapperstoffen, cytokines in het afweersysteem, hoe die samenhangen met vermoeidheid. We hebben zelf gekeken naar hoe een vitaliserend hormoon samenhangt met vermoeidheid. En als je dat aanbood, of dan de vermoeidheid verminderd kan worden. We hebben het ook niet echt kunnen ontdekken. En dat geldt eigenlijk voor alle onderzoek wel wat op dit moment gedaan wordt. Er is wel wat onderzoek over glialcellen en over bepaalde eiwitten zoals immunoglobuline, als je die blokkeert en dat misschien helpt. Maar niemand heeft tot nu toe het antwoord kunnen vinden. En ik vind het ook een beetje tot nu toe een speld in een hooiberg zoeken. En er zou eigenlijk veel meer financiering moeten zijn om ook meer greep te krijgen op die fysiologische basis van vermoeidheid. Maar weet je, daar zijn meerdere oorzaken voor vermoeidheid waarschijnlijk. En er is geen verwachting dat er binnenkort een medicijn uitgevonden zal worden dat die vermoeidheid zal doen verminderen. En daarom is er ook weinig geld, want veel geld voor onderzoek komt toch uit de farmaceutische industrie. En ja, dat is er. Dat is er gewoon niet. Dus ja, het blijft een beetje. We hopen natuurlijk dat iemand dadelijk toch wat meer ontdekt, maar ik zou er niet op wachten op dit moment. Die hoop delen we, denk ik, met heel veel. Dank u. Ondanks de chronische vermoeidheid kan ik toch heel vaak niet slapen en ik lig uren wakker, zodat ik de volgende dag nog vermoeider ben. En het lijkt zo tegengesteld. Wat kan ik daaraan doen? Ik heb suikeren en reumatische artritis. Ja, ik hoop dat mijn hoofdstukje over slaapwaakritme en slaaphygiëne tips daar toch een beetje uitkomst brengt. Maar ik weet dat niet, maar probeer het in ieder geval. Probeer het ook een tijd vol te houden. Maar het is zo, als je moe bent, dan neig je ertoe om overdag meer te gaan rusten. Waardoor je 's nachts minder zou kunnen slapen, slechter zou kunnen slapen. En waardoor je ook weer meer rust overdag. En die vicieuze cirkel moet je toch doorbreken. En dat doe je door goede omstandigheden voor de slaap creëren, zoals donker 's nachts en naar donker toestreven in de avond. En licht happen overdag. En door overdag ook uit een dutje te doen, een nap. En daar is mooie literatuur over dat een nap verlichtend kan zijn voor de vermoeidheid. Maar probeer zwaar slaap gedurende de dag te vermijden. Want dat voorkomt misschien dat je in de diepe slaap komt in de nacht. Waardoor het herstel niet optreedt. En in die diepe slaap, heb ik niet verteld, maar worden hormonen aangemaakt. Zoals groeihormoon, die vitaliserend zijn voor het lichaam. Ik wil er nog iets aan toevoegen. Toch. Het is misschien moeilijker, ik weet niet, het staat er niet bij of deze vraag gesteld wordt door een vrouw of een man. Maar voor vrouwen is dit moeilijker. Er zijn experimenten geweest
waarbij ze bij gezonde vrouwen, waarbij ze vrouwen steeds uit de diepe slaap hielden. Dat kan je zien als ze geen oogbewegingen meer hebben, dan zakken ze in de diepe slaap. En dan werden ze wakker gemaakt gedurende de nacht. En dat deden ze 3-4 nachten op een rij. En die vrouwen, die ontwikkelden na die 3-4 nachten een soort van chronisch vermoeidheid, fibromyalgie-achtig syndroom. En ze hebben hetzelfde experiment geprobeerd bij mannen. En daar was dat veel moeilijker. Hey. Om dat te bewerkstelligen. En men denkt dat dat komt door dat mannen, die hebben altijd nog testosteron. En dat is ook een vitaliserend hormoon. Dus ze kunnen eigenlijk de doping, en Tour de France is het gewoon doping, ze kunnen hun eigen doping inzetten om vitaal te blijven. Dus ja, voor vrouwen is dit een moeilijk mechanisme om tegen te strijden. Maar ja, probeer het toch met de tips uit het boekje. Dank voor uw antwoord. De volgende vraag is er wellicht aan gerelateerd. Waarom komt de vermoeidheid het meest 's middags opzetten? En het maakt niet uit of ik nou 's morgens wel of niet bijzonder druk ben geweest. Het is misschien een heel persoonlijke vraag, want ik heb ook wel begrepen dat de vermoeidheid er altijd en ook op heel onverwachte momenten kan zijn. Maar goed, deze vraag ligt er ook. Ja, dat het meer na de lunch komt, of na eten überhaupt, dat is wel een algemeen fenomeen. De lunchtip stond ook in een van mijn plaatjes. Maar ik denk inderdaad dat het voor heel veel mensen, dat het bijna een kenmerk is van chronische vermoeidheid, dat het te pas en te onpas de kop op kan steken. En dat je gewoon in één keer hartstikke moe kunt worden. En dan is eigenlijk de vraag beantwoord wel. En ook een andere vraag inderdaad, van heeft u tips of leefregels? Maar die heeft u daarnet, denk ik, voldoende toegelicht. En ze staan natuurlijk ook in het boekje waar we dadelijk naar gaan verwijzen. Ja, misschien nog één toe. Ik vond het is van Frits de Winter, die geeft ook therapie voor chronische moeheid. En die legt heel duidelijk uit van creëer op de dag intervallen waarin je wat doet en intervallen waarin je rust neemt. En onthoud je daar ook aan. Hou je daar ook aan, want mensen met chronische vermoeidheid neigen er soms toe als ze meer energie voelen, om dan die energie ook helemaal op te gebruiken. Waardoor ze daarna een veel langer rustinterval nodig hebben. En leer jezelf ook kennen in die zin en wees een beetje gedisciplineerd als het lukt met de kinderen en het werk en zo. Ik weet hoe moeilijk het kan zijn in het kiezen van vaste intervallen voor beweging of iets actiefs doen. En voor rust. En dat niet te laten bepalen door een soort zaagtandfenomeen. Steeds maar door die grens aan de top te gaan, waardoor je eronder ook verder doorzakt. Ik weet uiteraard niet of de vraagsteller dat deed hoor, maar het is het tip. Frits de Winter. Ja. Daar komt hij vandaan. De volgende vraag is: geen stap meer kunnen zetten. Vermoeidheid en spieren. Wat is de relatie met Sjögren? En daarbij hoort ook, hoe vertaalt de vermoeidheid zich naar ons zenuwstelsel, naar onze organen? Wat gebeurt er eigenlijk in ons lijf? Dat is een heel veelomvattende vraag, moet ik zeggen. Weet je, vrijwel alles is bij vermoeidheid betrokken. Dus inderdaad, de spieren zijn erbij betrokken. Maar ook zuurstof, wat er waarschijnlijk bij COVID of Q-koorts een belangrijke rol heeft gespeeld, zuurstofgebrek. En dat is ook zuurstofgebrek voor de spieren, maar ook voor de organen. Vasculaire dingen, dus aan het vatenstelsel, ontstekingen. Ik heb ernstig overgewicht genoemd. Het blijkt ook dat vetweefsel heeft adipositas, noemen ze dat. Die produceert ook ontstekingsbevorderende cytokines die de vermoeidheid kunnen bevorderen. In het autonome zenuwstelsel, als je conditie goed is, dan heb je ook meer weerstand, dus goede bloeddruk, goede hartslag. Het brein is belangrijk in vermoeidheid, het alarmsysteem in het brein. En zou je zeggen, ja, dat alarmsysteem, en dat gaat om structuren in het brein, zoals de insula, die waarnemen wat er in het lichaam aan de gang is. De cingularis cortex, dat is dan een systeem dat een soort alarm geeft, een emotiecentrum, amygdala, die werken samen als een soort alarmbel.
En die worden dus, die wordt getriggerd als er iets mis is in het lichaam. Dan luidt je alarmbel, dus iets fysiologisch, iets lichamelijk mis is. En dan word je moe, zoals bij griep en koorts. Die wordt ook getriggerd, die alarmbel, door psychische gebeurtenissen. We gebruiken dezelfde alarmbel voor psychische stress, stress of trauma in het leven, als voor lichamelijke stress. Dus ja, je hoort wel, een eenvoudig antwoord heb ik niet gegeven. Ja. En dat komt gewoon puur omdat het niet mogelijk is. Er is zoveel in het lichaam betrokken bij, ja, bij zo'n essentieel overlevingssignaal als vermoeidheid. Dat het ja, een onmogelijk lange lijst is. Hormonen, komen er ook nog bij. Nou, dank in elk geval toch voor de verhelderende uitleg. Voor zover mogelijk, hè? Ik heb dan hier ook nog een vraag staan, maar die heeft u eigenlijk hiermee ook al wel voldoende beantwoord en ook in de inleiding over de tegengestelde adviezen. Dan is er nog een vraag, die is ook gerelateerd aan COVID. Behalve jarenlang de chronische vermoeidheid van Sjögren, heb ik nu al 12 maanden de post-COVID vermoeidheid. Het lijkt een beetje anders. Mijn huisarts zegt dat er veel mensen zijn met post-COVID, maar heeft geen suggesties voor een behandeling. Dus de vraagsteller is heel benieuwd of u daar... Nou, de vraagsteller wil het liefst een oplossing, maar misschien heeft u een advies. Ja, ik zag bij OP1 eergisteravond ook een huisarts die eigenlijk ook een beetje hetzelfde wil. Allereerst weten we eigenlijk niet goed hoeveel mensen nu long COVID krijgen. Eerst waren de schattingen 2%, maar het lijkt toch wel behoorlijk hoger te liggen inmiddels. Ten tweede is het niet zo, en dat is eigenlijk hetzelfde als bij auto-immuunziekten, dat iemand die COVID in ernstiger mate gehad heeft, dat die ook ernstiger moe is. Net zo min als het zo is dat iemand die meer ontstekingsactiviteit heeft gehad, zo'n reumatoïde artritis patiënt of een ernstige vorm van Sjögren heeft, ook ernstiger moe is. Dat weten we niet. Het zou zelfs kunnen dat juist die lichte vormen eerder aanleiding geven tot chronische vermoeidheid, omdat het afweersysteem dan eigenlijk niet doorzet om alles op te lossen. Dus eigenlijk heel veel onbekende dingen. Ja, je kan van heel veel zaken moe zijn en COVID bovenop Sjögren is, ja, is ook niet per se ernstig. Ik kan me voorstellen dat er een iets andere vorm van vermoeidheid is, omdat de zuurstofperikelen daarbij een rol spelen. En ja, als je dan zou wijzen op behandeling, dan zou ik toch ook zeggen tegen die huisarts die bij opeens zegt, het zit hem in leefstijladvies, bewegen, regelmaat in het leven, gezond leven, maar bij COVID ook let op zuurstof. He, er is een zorg dat in ieder geval je ademhaling goed is, dat je ook in die zin wat conditie opdoet door goed adem te halen en dergelijke. Maar goed, het advies is dus gebaseerd op andere aandoeningen en we willen eigenlijk evidence-based, ja, bewijs op bewijs gebaseerd advies geven. En dat is er nog niet in termen voor long COVID. Ja, begrijpelijk. Ik heb hier een vraag van een docent uit het basisonderwijs, denk ik. Die heeft een continu rooster en is dus ook in de pauzes, moet er toezicht gehouden worden op de leerlingen. En aan het einde van de dag is er altijd werkoverleg. Dus de dagen duren wel van 8 tot 5:15 en eigenlijk zonder een moment van rust. Zelfs bij toiletbezoek moet de docent de conciërge roepen. Maar wat is er nou eigenlijk redelijk op een dag aan rust, wordt er gevraagd. Omdat er wel behoefte is om even uit te mogen staan. Ja, een herkenbaar verhaal. En ik hoor wel, als je dan ook nog moe bent, dan is het leven op die manier veel te druk. En zal er iets moeten veranderen. Het idee dat docenten het zo goed hebben, want ze hebben maar kort school en lange vakanties. Dat is natuurlijk niet waar. Ik ben zelf ook een docent en weet wat het inhoudt. En ik heb het nog zeker niet zo zwaar als mensen op de lagere school in het middelbare onderwijs. Nee, hier moet echt iets gebeuren. En dat geldt in het algemeen als de werkomstandigheden zo zijn dat ze bevorderend zijn voor chronische moeheid. En je hebt het al,
dat je geen regelmaat kunt creëren, dat je rustmomenten niet hebt, dan moet er iets gebeuren. En wat er moet gebeuren, dat is iets wat je ter sprake moet brengen bij je directeur, bij je directe leidinggevende, in overleg eventueel met de bedrijfsarts. Ik vind dat in zo'n geval, dus als het niet lukt, dat dan in een vroeg stadium ingegrepen moet worden. En dat geldt natuurlijk zeker als je ziek hebt en chronische vermoeidheid. Ik vind dat dat vroeg ingrijpen ook geldt voor docenten die misschien helemaal geen chronische ziekte hebben, maar wel al laten doorschemeren dat ze tegen burn-out aan zitten en waar het eigenlijk te veel voor is. Vroeg ingrijpen en zorgen dat er een goede dagindeling is. Ja, misschien is het bij sommige leidinggevenden niet mogelijk, maar als je het niet vraagt, dan geldt toch ook hier niet gevraagd, dan weet je zeker dat je het niet krijgt. Probeer het te regelen met je leidinggevende. Helder advies. Dan heb ik nog een vraag, die is misschien ook heel persoonlijk, maar anders moeten we dat maar aangeven. Geldt sjeukeren ook voor mij? Ik heb al jaren last van artritis, ene keer meer dan de andere keer. Sinds 2-3 jaar van de medicijnen af, prednison en nog een ander, er worden diverse medicijnen genoemd, maar ik noem het maar niet allemaal op. Maar ik ben nog wel steeds vermoeid. Ook wel verschillend, de ene op de andere dag. Ik heb sinds 1 jaar weer een ander medicijn en nog steeds vermoeid. Zou sjeukeren voor mij kunnen gelden, omdat ik ook last heb van branderige ogen en zandkorrels? Ja, dat kan ik niet beantwoorden. Dan moet je naar de reumatoloog. Die kan dat precies vaststellen volgens de criteria. Ja, dan maakt men zelfs nog wel een onderscheid tussen met een biopt aangetoond Sjögren en iets wat niet aangetoond is met een biopt. Ja, alles wat je noemt, dat kan voor chronische vermoeidheid zorgen. En het is zeker niet zo dat als reumatoïde artritis bijvoorbeeld, wat je noemt in uw geschiedenis, behandeld met prednison en waarschijnlijk methotrexaat of met een biological, dat als dat goed behandeld is, wat vaak voorkomt, dat dan de chronische vermoeidheid ook weg is. Dat is zeker niet zo. Die een-op-een relatie is er niet tussen ziekte en chronische moeheid. Net zo min als wanneer de ziekte van Pfeiffer weg is, dan is er soms toch nog de moeheid. Als iemand een tekenbeet heeft opgelopen en op een bepaald moment helpen antibiotica, dan neem ik u niet meer, dan kan toch die chronische vermoeidheid blijven. We weten niet waarom. Mijn advies zou wel zijn, als er iets is, laat het goed behandelen. Dat is trouwens bij Sjögren ook makkelijker gezegd dan gedaan. Want de pure behandeloplossingen voor het substraat van Sjögren, die zijn er natuurlijk net zo min. En er zijn natuurlijk wel experimenten geweest met de reductiemap en waarschijnlijk ook al met andere biologicals op dit moment. Daar zit ook wel progressie in die auto-immuunziekte. Echt een duidelijke goede behandeling voor het syndroom van Sjögren is er niet. Ja. Ik denk dat we naar de laatste vraag kunnen. Die is nog eens binnengekomen. Onder andere hersenonderzoeker Dr. Michiel Korte deed onderzoek naar mensen met ontstekingsreuma die ook vaak moe zijn. We onderscheiden, zegt hij, 3 soorten moeheid. Lichamelijke vermoeidheid, motivatievermoeidheid en brain fog. Deze soorten gelden ongetwijfeld ook voor Sjögren-patiënten. Kunt u hier, wat Sjögren-patiënten betreft, wat specifieker op ingaan? Ja, nee, niet wat Sjögren-patiënten betreft. Wel in die zin dat wij ook in het promotieonderzoek van André Hartkamp ook hebben gezien dat die onderscheider zijn, dus motivationele vermoeidheid, lichamelijke vermoeidheid en dat soort zaken. Ja, de een heeft het een wat meer dan de ander en het hangt dan ook wel met wat andere dingen samen. Als je depressief bent, dan heb je wat meer motivationele vermoeidheid. Maar over het algemeen is de overlap toch ook behoorlijk groot. En iemand die chronisch moe heeft, ervaart in de regel toch alles wel een beetje. Hè? Niet alleen de lichamelijke vermoeidheid, maar ook mentale vermoeidheid. En dat is dan meer dat je dingen niet zo goed kunt onthouden of even niet op een woord kunt komen of even gewoon zin niet kunt afmaken. Dat soort zaken.
En ook fibrofolk, het gevoel van dat je wat in je hoofd hebt en dat je niet scherp en niet actief bent. Ik vind het wel interessant. Ik ken het onderzoek van de Korte en ik ben ook wel benieuwd wat hij zal vinden. Want hij kijkt met name ook naar de samenhang tussen die vormen van vermoeidheid en afweersysteemactiviteit. Wij vonden dat in het syndroom van Sjögren niet duidelijk. Hè? Wij hebben gekeken dan naar de samenhang tussen die 6 vormen van vermoeidheid, zijn het feitelijk, en nummer 3. En afweeractiviteit van ontstekingsbevorderende boodschappenstofjes in het afweersysteem, zoals TNF-alpha en interleukine en dat soort zaken, en ontstekingsremmende stofjes in het afweersysteem. Wij vonden geen duidelijk samenhang. Dus ons onderzoek bracht helaas niet meer antwoorden daar. Dank u wel. Zeker ook voor het beantwoorden van alle vragen. Ik denk dat wij langzamerhand gaan afronden. We zijn natuurlijk al wat ruimer in de tijd. Ik dank je heel hartelijk voor deze uitgebreide inleiding en het beantwoorden van alle vragen. Heel fijn dat je dat voor ons hebt willen doen. Veel dank daarvoor. Het boek wat u geschreven heeft, dat wordt naar verwachting over een uurtje beschikbaar gesteld. Het is alleen digitaal beschikbaar, dat moet ik heel duidelijk zeggen. U kunt het dus ook echt niet bestellen. Maar het wordt naar verwachting over een uurtje beschikbaar gesteld op de homepagina van onze website. Dus het is alleen digitaal beschikbaar. Dank daarvoor. Ik dank ook hier aanwezig Henk en Dennis en natuurlijk ook Joyce. Die is niet in beeld geweest, maar zoals u alle kijkers zullen begrijpen dat Joyce de drijvende kracht is weer achter deze hele organisatie. Ik dank iedereen hartelijk. Ik wens u allemaal een hele fijne dag en laten we met z'n allen nog eens even aan Sjögren denken vandaag. Veel dank en toch graag tot ziens. Dag. Dag.